Mooie dag hier in YouTube Land. We gaan vandaag weer een lekkere dag beleven. We gaan zo meteen even inparkeren, hè Jens? We zijn de eerste bezoekers van dit park. Inderdaad. Waar zullen we ons parkeren? Daar is de ingang. We gaan nog in de buurt aan. Wauw! Wat een mooiheid. Er staat een auto in de weg. Wie heeft dat gedaan? Ja, dat is de mijne, hè, omdat je me geteleporteerd hebt. Even ontwijken. Kijk, hoe lag je vanzelf eruit? Ja. Ja, eigenlijk moet ik die weer niet indrukken. Dus mensen, we hebben een motor. Ja, we gaan te rijden in een kar. En we gaan naar het park toe. Het is nog niet helemaal af. Maar we hebben een verrassing. Er is genoeg om het park te openen. Hé, rechts langs de juiste kant, hondenlul. Langs rechts, hè. Nee. Ik ga even een boete krijgen. Oké, we gaan ons hierin parkeren, oké? Ik ga hier staan. Moet je dit niet een beetje versnellen, jongen? Zwijg, jongen. Jij verpest het, zwijg! Zo! Mijn auto is geparkeerd. Oké, ons auto is geparkeerd, dus nu gaan we lekker naar binnen stappen. Zoals jullie zien, is alles heel mooi geworden. Dus mensen, we hebben te horen gekregen dat China nog moet komen. En Spanje en Romeins. En ze hebben nog een gebied in gedachten, maar dat zeggen we niet tegen Frans. Kijk, hoofd. Dat is toch niet goed. En Jens, hola. Kom maar naar binnen. Ik ga het nog niet tegen Frans zeggen wat ik in gedachten heb, want misschien is het heel fout. Wat een put, jongen. Oké, we gaan naar binnen. En we gaan elke attractie opnieuw doen, want we hebben een grote verrassing. Ja, misschien heb je het in de vorige server, ja geen servervideo, maar was het Yulvolution onderuit? Ah ja, daarin hebben we al een beetje verklapt. Want daar hebben jullie iets in gezien, want we moesten niet zelf vertrekken. En hoeveel kaartjes waren het er? We gaan beginnen met de Parco Junior. Dus nog drie gebieden komen er. Momentje. Ah ja, nog vier. Noorwegen komt als laatste. Oei, shit. Ik klik op een bord en er komt een trein. Huh? Inderdaad, mensen. What? En ga er maar in, Jens. Mensen, heb je geld... Kijkers, niet liegen tegen mij. Heb je geld dit gedaan? Ja, niet liegen, hè, want dan word ik agressief. Hoe komt de geld aan het serveradres? What the fuck, mensen? Waarom? Wat heb jij er gedaan? Dat ben ik en de technicus, wie heeft het gefixt? Dat heeft niet heel gedaan, of niet soms? Wat? Heb jij dat gedaan? Oké, mensen, we gaan zomaar stoppen met zo. Ja, want dat heeft op niks. Deze attractie gaat niet zo snel, want dit is een kinderattractie, Junior. Dit is het grote nieuws, mensen. De plugins zijn eindelijk gefixt. Door Jonas. Dus we gaan even /top doen. En we gaan naar de volgende attractie, Jens. En dat is denk ik in Mysterious. Want daar zijn twee nieuwe attracties bijgekomen. De eerste is een Scooby-Doo. Die gaan we doen. Blijf even hier wachten. Ik ga het poortje laten opengaan. Ah, wacht. Voor ik het vergeet, moet hier nog een kleine update doen. Neem me niet kwalijk, mensen. Ze zullen alles opnoemen. We hebben de trein kan dus stijl omhoog gaan en naar beneden. De minecarts kunnen aan elkaar hangen. Er zijn beugels. En hij kan ook hij kan er niet komen uit. Dan fixen de beugels. En tot slot hebben we een menu. Ja, dat menu, dat is wel iets mis mee. Maar ja, het werkt voorlopig. Ja, je kunt er gewoon op een klok alles... Ik kan er wel niks meer aan aanpassen. I don't know of the bezoek... Binnenkort wel, dus... Jens, kom maar binnen. En nu doen we hem terug dicht. Deze wachtrij is om gek van te worden met die zwarte witte kleur. Oh. Moet het treintje niet verder rijden? Maar mensen, er komt nog een verrassing. Morgen vertrek ik naar Movie Park. Dus daar ga ik ook een vlog maken. We blijven voor 2 dagen, maar ik ga 1 dag filmen. Oh, dat is natuurlijk weer altijd dezelfde met die Jens. Wat weer het kutten is. Er komt weer een nice attractie. Maar we zijn te vroeg. Aha, dus ik ga nog hier een bord zitten, even mensen nemen die kwalijk. Star Trek! Ja. Ah ja! Ik heb iets gezien ervan, hè. Ja, Star Trek.
Zij is een Taron en die nog. Nice. Komt nog veel meer in voor. Ja, ik heb gisteren op YouTube een beetje kunnen kijken, s'nachts. En ik zag wel redelijk veel van die attractie hoor. Spawn Ranch. Ja, die attractie. Maar die attractie gaat pas in het voorjaar openen. Jens, let's do this. Doei! Let's do it! Wow! Neem de volgende trein. Dit is Scooby-Doo, dit is een Mission Impossible. Attractie gemaakt door Jonas. Helemaal. Dus eerst gaan we in deze kamer en hier vinden we niks, jammer genoeg. En dan gaan we naar deze kamer, hier vinden we ook weer niks. In de bibliotheek vinden we helemaal niks. Maar nu gaan we misschien wel iets vinden. En we vinden de uitgang. Oh nee, dit is verkeerd. Even wachten, Jens, ik kom de kar is er. Maar jongen! Wat doe jij? Er mag maar één kar zijn. Nee, Jens, je moet zwijgen. Blijf met mijn kotteken uit. We laten die scheid Jens nog eens rijden alleen. Ja, te laat. Joe. Dag Jens. Nice. Eruit als hij gestopt is. Hè. Dus die attractie werkt ook. Daarna. Dan gaan we. Ik zal jou doen, want jij blijft daar wel alleen. Mystery Castle, mensen. Hele zieke attractie. Gemaakt. Door pretparklopen. Ja, en natuurlijk weer geautomatiseerd door onze hulp. Ik ben geen elektrisch. Yeah, dus we gaan nu weer een kar spawnen. Waarom zeg ik dat zo slordig? Elektricien, ik ben geen elektricien. Jij spawnt en dat komt. Ik kan wel bouwen. Hier aan, ja. Ja, yeah, ik ga van buiten aan toekijken, want deze is ook een van de thrillers. Nee! Ik was eruit gegaan, sprongelijk. Deze wachtrij is. Heel lang. Leg clear. En nog eens. Dit is dus een soort thriller. Ik kan er nog bij. Oh, daar gaat hij. Wat? Hoe komt dat? Ik zat er net in. Ik niet. Aan de minecart werd vernield, daarom. Oké, mensen, nu te gooien. Het is de song met Penguin Ride en I don't know, Jungle Book. Let's do this. Dus deze attractie is ook weer heel nice. We worden twee keer gelanceerd. Maar die wachtrij is echt. Oké, ja. En hier worden we gelanceerd. Deze heb ik twee keer opnieuw moeten maken. Allee, de toren, by the way. Door die stoeme backup. Door die stoeme machine. Door die tent. Die we niet konden afbreken omwille van. Ja, yeah, we gaan echt super rap, jongen. En dan gaan we weer helemaal naar binnen. Zullen we nu naar de andere baan ook? Jongen, je vergiet me altijd, jongen. Even. Worden we terug gelanceerd. En dan gaan we in toeren de berg. Het kasteel. Ja, kijk naar boven, jongen. Hey, Jens, ik heb trouwens een video gekeken gisteren. En voor de mensen ook leuk. Voor de nieuwe attractie in de Efteling. Dat ziet er wel een leuke uit. Die rijdt zonder. Symbolica? Die rijdt zonder rails. Symbolica? Ja. Die gaat rijden zonder rails. Dat is super cool, hè? Dat is een attractie. Een soort van kasteelattractie. Ja, niet zo belangrijk. De beste daar is de Baron 1898. Dat filmpje daarvan is zo goed, hè, jongen? Van. Ja. Van Baron. Ah ja, nee. Nee, van Baron, hè, dat filmpje. Wat jij gezien? Ah ja, dat. Ons, nee, van de baron zelf. Dat filmpje. Maar nee, we gaan naar de volgende attractie voor. Het is echt een huge. Ja, die heb ik trouwens ook gedaan. Op de Efteling server. Dus dan gaan we nu naar. Mystery Castle is klaar. Scooby-Doo is klaar. Dus nu gaan we naar de Disco Twister. Is die al klaar? Hiernaast er komt waarschijnlijk nog een mysterieuze attractie. En daarnaast komt dus het gebied dat ik in gedachten heb. Maar dat ik nog niet meteen kan. Disco. Hier is dat gefixt. Oké, we gaan de Disco Twister doen. Een hele simpele, leuke attractie. Ondertussen, de Parco Sago Terror is nog altijd in bouw. Jens, waar is het aan de ingang van de Disco Twister? Ik had de poort laten opengaan. Ah ja. En ik heb gefixt dat ze niet vanzelf toegaan, maar dat je ze zelf moet toedoen. Was de Disco Twister bijna vergeten. Oké, kom maar binnen. En dit poortje gaat open en dit poortje gaat open. Jens, waar je zo meteen in gaat lopen. Dat poortje heb ik ook open laten gaan. Zie je? Ja, dat is automatisch. Een. Ik zal het maar laten toegaan. Oh. Ja, ik heb kut. Ga er maar zelf in.
Oh, twee treintjes. Eén trein. Ah ja, shit. Zijn er twee gespawnd? Ja. Zijn er twee gespawnd of is het er maar één? Ja, je ziet dat toch dat het kei veel karretjes zijn. Ja, momentje. Ga ik even fixen dan. Misschien is het Discord wist er niet wat je ervan verwacht had, maar hier wist ik niet echt wat en hoe en wat ik moest toevoegen. Ik heb gewoon wat kleurrijke dingen toegevoegd, maar ik... Ah, jongen. Echt niet wat. Daar had ik beter een rock and roller coaster van gemaakt. Maar, oké. Slettenkop Jens. Maar toen werkte het ook niet, dus toch niet. Oké, Slettenkop Jens noemt deze. Momentje, hè. Spouw een kar. Zo dadelijk kunnen we misschien naar Mexico. Daar hebben we al iets van laten zien. We hebben die Caramba Adventure laten zien. Maar I don't know. Ja, dat klopt, dat is een bus. Ik ga nog even kijken of het nu wel werkt. Hè? En hebben we de hangende achtbaan al laten zien? Nee, en daar heb ik vandaag nog aan gesleuteld. Dus dat werkt nu nog beter. Oké, we gaan nu naar buiten en we gaan nu naar... Nou, waar gaan we nu? Even kijken. Top! Oh, we gaan nu naar... Ghost. Nee, die hebben we al gedaan. Ja, we gaan nu naar... Nee, de YouTube Express, hè, jongen. We moeten alles doen, hè. De hele lusje gaan we niet doen, die hebben jullie al gezien. Ja, de YouTube Express hebben we gewoon zonder die plugins gedaan. Ja. Oké, dus die... Hier zijn er nog altijd lievers, omdat ik het toch heb gemaakt. Ja, we laten het nog even staan, dat gaat weg binnenkort. Ja, toen waren er nog geen plugins, dus dat was dat enige dat werkte. Ja, je bent maar eraan, nu is het allemaal... Ik zal het even laten zien voor jullie, kijk. Dat gaat zeer snel. Met Jens erbij in. Alle attracties zijn nu gefixt, behalve de Big Indian Mountain. Nee, die is saai. Die zijn al warm bij eigenlijk. Ja, dat kan. Wat zien jullie hier? De boomstammetjes die automatisch werken. Ja, ja. Echt, zijn ze yeah, boy. Niet allemaal. Oh, ja, maar we gaan er eens spawnen voor onszelf. Ik zie er twee kom gaan. Kom hier, we gaan vertrekken. Ah ja, daar. Kom, we gaan die nemen. Kom. Ah ja, die komt. Waar moeten ze instappen? Ja, hier. Hier. Het zijn net zoals een gewone boomstammen eigenlijk, hè. Je hebt tijd om in te stappen. Super vet. Ja, dat is met zo'n draaischijf. Kom erin, jij en Joe! Vergelijk. Yeah! Deze attractie is eigenlijk ook de naam, de wachtrij en het station helemaal gebouwd naar Wild Water Slide. Yeah, boy. In Bobbejaanland. En die Indiana Jones is geen indoor boomstammetjes geworden. Hij is wel, hij gaat eigenlijk wel super leuk. Ik vind deze wel een leuke attractie. Ja, hij gaat echt deze. Nice, jongen. Vooral met die plugins. Kijk, hij gaat jou wat rapper. Anders is het echt saai. Omwille de echte waterattractie heel oud is, is deze nog wel best fun. De twee eerste drops zijn gewoon hetzelfde. Ik kan hier niet uit. Maar de derde... Is echt nice, die gaat echt stijl. Daarom konden we hem eerst niet doen en zonder plugins. En hij stopt hier weer rustig. Ja, met een heel hoge airtime. Ja, hier gaan we weer naar boven. Kijk, hier zie je de stijlafdaling. Zie je het? Met die ladders. Dat is de laatste. We hebben ook... ik heb ook vuurwerk toegevoegd, maar dat is eigenlijk helemaal niks aan. Want je... passeert er zo snel. De muren zijn veranderd. Die zijn veranderd naar... Ja, het vuurwerk is weg. Je kunt het toch niet zien. Ja, we gaan naar boven. Super spannend! Yo! Het enige dat bij de waterattracties nog gefixt zou moeten worden, maar het is niet zo erg belangrijk, is een plons. Maar hier een dubbele, want hier gaan we nog eens rap naar beneden. En dan hier... Voor de rest... Is dit gewoon een boomstamattractie? Een leuke, simpele. En hier nog een heel klein hellinkje. Wow, dit is nog de leukste van allemaal. En dan komen we hier weer aan. En dan komen we aan. Hey, daar is iets kapot in dat ding. Maar jij stopt dat altijd. Ik snap niet waarom dat jij zo slecht doet altijd. Jij laat die altijd stoppen, die attractie. Je bent noepen. Jongen, ik spring er gewoon uit. Jij blijft gewoon op het veld staan, dat wil ik zeggen. Maar niet uit, we gaan de papattractie. Die hebben jullie nog niet gezien, mensen.
Founder van Parzene. Ja, de papattractie, een volledige lancering. Ja, en hier kun je zelfs pap kopen in de rij. Meer is het niet, het is gewoon een gelanceerde achtbaan, maar echt snel. Ga gewoon even onder de grond. Normaal had, iemand, ik zal de naam niet noemen, nog lichteffecten moeten toevoegen, maar ik raak niet op de server. Dat heel snel. Ah ja, die. Iemand van de judo. Ja. Ik noem geen Kijk hoe rap dit gaat, mensen. Dit is echt een dikke lanceerde achtbaan, jongen. Ja. Hopelijk gaat papkindeke er niet in. Want dan is het... Maar morgen dagje moviepark. Vette vlog komt eraan. Dus mensen, we gaan terug wat actiever zijn. Ja, want het is even lang niet meer geüpload geweest. Maar ja, we gaan nu naar de Pokémon... Wacht, even kijken. We gaan nu naar de Pokémon Go. Dus mensen, alweer slecht nieuws. De judo-video is ook weer... weg. Ah ja, je kan er, hij gaat er binnenkort terug op komen. Zo kut, die moest nee, ook wel op privé. Terug op. Beloofd, als deze video online komt, dan is hij er terug op, oké? Oké. We zullen nooit zeggen waarom we al die video's privé zouden zetten. Dus wij... Oké, eerst kom erin. Straks moeten we alles. Zie, deze attractie wordt dus lekker naar boven gelanceerd. En dan gaat hij hier nog een beetje rap. Hij is ook wat aangepast. Want het... Zullen we maar zeggen, als de server... Ja, opent... ja, ja. Ik ga dat ook al zeggen, de datum. Want, want de datum weet je. De datum zal zijn... 1 juli! Juli, jongen. De eerste dag van de vakantie gaat de server officieel open. We hopen dan al genoeg medewerkers te hebben, want anders gaat het natuurlijk ook langs zijn voeten. He? Maar dat is, dat mensen, dat is dus ook niet de reden dat we niet meer gaan bouwen. Er komen hier en daar natuurlijk ook wel wat nieuwe achtbanen, attracties in het park. Want het moet natuurlijk een beetje leuk blijven. Want we kunnen niet zomaar, we kunnen ook misschien dikke reclame maken over... de achtbanen, attracties. De server is zo mooi geworden. Ik snap het eigenlijk niet dat het ons gelukt is. Hopla, de... Ik dacht misschien... Ik heb een jaar lang op mijn iPad geMinecraft. Trok elke keer zak. Ja, dit is nog veel meer. Maar... Nooit gedacht dat we dit zouden halen. Mooi pretpark bouwen. Op een server. Dat ging echt zo snel. En dan nog... motherfucking openen. Dat er mensen op kunnen. Wow. Dus mensen liken al zeker. Doe wel slash top. Ja, de video duurt nu ondertussen al weet ik veel hoe lang. Maar blijf zeker kijken. Het is. Wil je zeker niet in spanning houden. Eens kijken hè. Mexico is zo helemaal laten zien. Arabia hebben we nog niet laten zien hè. We hebben hier weer wat aanpassen, echt niet te geloven. Hè. Arabia is helemaal uit beeld gegaan. Weer exit. Helemaal niet zichtbaar Arabia. Maar ja, het ligt gewoon naast het Ghost Gebied. Yep. Misschien moet je dit even laten. Totdat we gestopt zijn. Wat bedoelt je? Ja, laat die beugels even van wat is aan de opnemen. Is klaar. Oké, nice. Ik kan hem nu nog één keer laten vertrekken. En dan zou die nu gefixt moeten zijn. Dus... Ja, wat gaan we daarna doen? Wacht, hè. Welke is hier nog in dat gebied hier? Elements, die hebben we al laten zien, hè. En het Poké Center ook nog niet, waarschijnlijk. Nee. Monorail zit ik steeds niet meer aan te denken, maar we mogen die zeker niet vergeten. Oh nee, hè. Wat doe ik? Ja, het werkt. Ja, ik ga wel los. Ja, het werkt, mensen. Alleen. Mensen, hier links, als je bij de uitgang komt, is nog altijd de parking naar het. Hoe heb ik die camping? Ah ja, de camping hier, mensen. Het Indian Camp. En dan resort. Doen we gewoon dit hier. Gewoon een paar. Kijk, dus dan doen we dit hier. En we rijden. Ja.
dikke auto, jongen. Kijk. En dan rijden we hier en dan parkeren we ons. Werkers. En dan parkeren we ons. Het is gewoon... Hier neer. Het is gewoon alles. En dan gaan we zo naar, de, naar daar toe. Want er is ook een weg aan het aangelegd worden, Jens. Gaan we nog even laten zien. Oké, dus mensen, dit is dus de attractie die nog niet gefixt is. Dat, maar die hebben jullie wel al gezien in een video, gelukkig. Maar wat gaan we nu doen? De Elements. Ja. De gefixte versie. Ja, ja. Dat is nog wel een leuke attractie, vind ook ik. Ook een attractie die dat Fast twee keer heeft gemaakt. Eén keer op iPad, één keer op server. Op de iPad was die wel iets langer. Spawnkarretjes. Let's do this. We gaan even toggle. Maar dat maakt het niet minder saai. Ja, het is nog net in, jongen. Oei, ik heb dat niet gefixt. Yeah. Want nee, je kunt er nog uit en zo, maar dat is niet erg. We gaan hem gewoon doen. Hé, hey, wacht. Wacht. Ik ga van achter. Dus eerste element was gras, dit is water, ja, dit is vuur. En dan gaan we zo dit door. Is ijs. En zo simpel. En dat is hem gewoon. Dus... Gewoon misschien even een... I don't know, zoiets als in Movie Park, Mission to Mars. Ja, een simpel attractietje. Bon, dan gaan we naar het Pokécenter, want daar is ook een attractie gefixt. Dat was een heel saai. Ja, het Pokécenter hebben we ook gebouwd. Een paar standbeelden van Pokémons. Een ijsje, een, ja, de, die vuurdraak en een hond, zoals Faza noemt. We hebben hier nog altijd de trap. En de kleine achtbaan, kleine draaimolen achtbaan, is hier ook nog altijd. Geen boog aan de reen, joh. En die is hierboven. Hierboven komt een monorail, maar boven... dat is nog niks. Monorail, ja. Voor de rest is daar nog een feesttafel en eten. Maar we gaan hier. Ja, dit is een saaie. En hij werkt niet eens. Nee. Nice, man. Oké. Fuck it, jongen. Ja, dit is een saaie attractie zoals jullie zien, dat werkt nu niet. Ah ja, wacht, we kunnen dat ook op die manier doen, Jens. Zo. Je weet wel. Kijk, mooi. This is how we do for Mother Russia. Bro, heb jij nu kapot gedaan? Zo. Nee. En klaar, we zullen hem even rap doen. Want we hebben nog veel te doen in deze video, mensen. Ambly de neger en dit is mijn hole. Die eerste ga je altijd zo in hebben, dat is echt dom. Ik heb dat echt dom gedaan. Ja, drie karretjes. Boeit niet. Let's do this! Vierde karretje. Let's do this. Saai. En het werkt nu wel. Ah, oh, nee, toch niet. Voor de rest komen met drie karretjes. Nee, want ze zijn hier afgevlogen. Maar laat het zijn, we gaan dit nu niet fixen, want we hebben niet zoveel tijd. Als jullie zien, dit werkt gewoon nog super geil. Boeien, we doen slash topping. En we gaan weer verder. Naar de Mexicaanse attracties. Aan Mexico. Dat is daar. Hier dus. Eerst de nieuwe of de mijne? Ja, dat station hier, dat heel ik ben er mooi alleen, is. Jongen, doei. Ja. Zeg, heel rustig naar boven, zoals jullie zien. En dan gaat hij echt lekker hard gaan. Hij gaat... Ja, een beetje piton in het rood. Nee, ja. De piton wordt afgevuurd. Nee. Jongen, ik heb dat gisteren gezien. Ik heb heel de bouw gevolgd, omdat je dat interessant vindt. De bouw. De welke? Piton uit Efteling. Die gaat traag naar boven. Die gaat niet naar boven, gast. Die gaat keihard, die wordt zelfs gelanceerd als de rapste attractie van de wereld. Dat ga je te zien. De piton, die wordt gelanceerd met magneten die elkaar afstoten, dommerik. Ah nee! Maar die heb ik het over een andere. Ik heb het over de Rijk. Ah nee. De piton is de motherfucking oudste achtbaan van Nederland. Van Europa misschien. Kijk, hij maakt ineens een lelijke bouwkunst. Je ziet gewoon alles. De piton gaat heel traag naar welke boven. Welke is het dan die er afgevuurd wordt, hè jongen? In Fantasialand. Voilà, ja, daarom. Ik heb heel die bouw gevolgd.
mensen, echt heel interessant. Dat is dus met elektromagneten gedaan. Want... Ja, kun je ook zien bij de Vliegende Hollander. Wat, elektromagneten? Nee. Nee. Want die magneten duwen elkaar af. Hé, hey, dat ze de Vliegende Hollander aan. Ja, dat is een kut attractie. Goed, dan ook, we gaan verder naar de volgende attractie, die van Jens Putje. Maar ja, hoe dat ze attracties maken, boeit me echt geen reet. Dat is interessant. Fast ja, dat is kei nice. Want Fast kan er iets van leren voor later. Ja, je kan er alleen in doen. Oh, shit. Oh, shit. Fast kan het later gaan fixen, attracties. Ik wil gaan dat doen later, jongen. Terwijl ik ga bakken. Dan komt jij me wel een keer kijken. En hem ooit eens een keer koffie en cake brood gaan brengen. Terwijl iemand eten is en de rest krijgt een koffiekoek. Ja, yeah, Jensje, let's do this! En ik ga de eerste zijn die het mag testen. Ik denk dat echt nice. Ik denk dat dat wel gevaarlijk is. Ik moet sowieso altijd testen als ik dat doe. Veel geld verdienen! Here we go with the ku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 k
Oh, ik kan het nog niet door. Dat is hiernaast. Dat is een automatische attractie, mensen, zoals jullie zien hiernaast. Alfabia, maar nu zitten we in de motherfucking Caramba Adventure. Yeah! Die zit helemaal achterin gepropt. Kunnen van nergens opmerken, deze attractie. Kijk hier! Alleen als je wat ik hier heb ingesteld is zeer moeilijk. Oh nee. Waar is die? Ja, boeit niet. Even kijken, wat gaan dus we kijk, doen? Kijk, hier komt zo meteen een trein aan, of niet? Ja, dus mensen, kijk, dus... Oh, daar zit de trein je. Komt. En hij komt. Er zijn er twee in totaal normaal, maar ja, die heeft... Ik ga even gewoon naar de ingang toe. Alfabia. En hij gaat hier stoppen voor 10 seconden lang. Dan kan iedereen instappen. Kijk. Ja. Hij blijft 10 seconden weg stilstaan. Helemaal in hoor. Oh, ja, oké. Bam, pararam, bam. Laat ik alle volgende komen. Heb ik al nu daar net een video gemaakt? Ja, ja, maar dat komt later pas. De techniek achter de technicus Gilf. Yeah boy, dit is een hele leuke attractie. Een automatische Alfabia. Motherfucking Alfabia. Oké, okay, ik dacht gewoon om zo'n achtbaan te maken. Omdat... Ik wilde eigenlijk een baron-achtig iets maken. Oh, de baron, echt ziek, jongen. Hoe je naar beneden gaat, zo stijl. Right in the man. Zoiets wilde ik maken. Even blijven zitten. Maar de afbeelding stelde niet scherp. Dus het ging niet. Daar gaat de andere trein. Eruit. Oké. Dan gaat deze zo meteen weer vertrekken, maar dat is niet belangrijk. We gaan gewoon verder. Naar deze attractie, de waterattractie, Jens. Ja, hoe noemde ik alweer? Kilimanjaro. Eens kijken. De Arabio Super Splash. Ik sta hier bij de ingang te wachten. Ah ja, oké. Dus mensen, dit is een hele lange video, maar... Ja, een beetje logisch. Laten alle attracties gewoon mensen, zien. Mensen, ik moet hier even iets fixen. Dat moet een switch worden. Ja, laat maar, doet ze het wel. Oké, we gaan erin. Kijk, ja. Oh, ik dacht al hoe dom ben ik. Oké, okay, yes, let's do this. Waar zit jij? Ik sta hier. Oké, okay, ik ga de kar laten komen dan. Spawn. Ja, het zijn drie karretjes en ze gaan... Sorry, ik kan erop verrassend... in. Ik had het ongeluk vergeten open te doen. En ze gaan verrassend snel naar boven. Ja, anders moet je ook zo lang in deze minecart blijven wachten totdat we erboven zijn. Dan gaan we stel naar beneden. En hier kan misschien ook best een plons bij. Ja, super moeilijk. Vergeet deze. Oh, ja, hij stopt. Oké, okay. Voor de rest is er nog een ghostgebied die we al hebben laten zien. Die gaan we niet doen, dat duurt te lang, of niet? Ja, zoals duurt een beetje lang, hè? Die automatisch ook. Maar dat. Verder is hier nog het spookhotel. We hebben sowieso nog wel iets vergeten. Altijd al. We hebben sowieso nog wel ergens iets vergeten te doen.
Mensen vergeet zeker niet te overnachten in het spookhotel. De hangattractie! Als we dat daar lang... Park. Ah ja. De Green Python! Superziek. Made in by Afrika. Elf. Nee. Motherfucking Afrika. Ah ja, ik heb nog een sleutel vandaag met mijn schroevendraaier. En Jens, we hebben geen rails meer nodig. Oh shit, hier. Oké, where is he? Kut. Oh, daar komt hij. Nee, toch niet. Waarom lanceert hij niet gewoon? Ik heb er nog aan gesleuteld, mensen, zoals ik vandaag al heb gezegd. Hang een dagbaan, ik heb hem gemaakt. Ah ja, ik weet het komt. Ik heb hem gemaakt en deze heeft een hele lange tijd stilgestaan. Ja, langer dan de Evolution. En toen we de plugins bijna hadden, hebben we nog maar een Afrika-attractie gemaakt plus het hotel. Ik heb hem tegenhouden. Maar nu werkt hij wel. Let's do this. 1, 2, 3, 4. Fuck you, bitch. Nu is Afrika klaar. Komt die trein? Nee. Ik ga zitten. Dit is een echte thriller-attractie. De thriller-achtbaan. Yeah, ik heb er nog wel aan gesleuteld. Ik wist niet dat je er ook kon voor zorgen dat hij heel traag naar boven ging, Jens, dus dat heb ik nu gedaan. Ja! Nu kunnen we hier mooi dat hier bekijken. En gaan we hier. Ja, ik denk dat hier staat ik heb dat gelaten, want je weet maar nooit. Ja, goed. Dan komen we hier bij de Jensput, over het plein. En dan komen we hier ook. Sorry voor de lelijke rails. Ik weet niet, misschien nu wel. Maar ik ga het niet riskeren, jongen, want dan is weer aan de kloten. Ja, want anders zitten wij de hele dag aan. Dan gaan we hier onder de grond. Ja, je ziet hier de rest, dus dat is ook niet zo mooi. We moeten daar wat rotsen zetten in het vervolg. Maar hier zijn we aangekomen en dit is een volledige thriller. Jammer dat er geen loopings in een hangarbaan kunnen komen. Jawel, normaal gaat dat. Doe eens. Dat gaat wel, ja. Maar dat moet niet, jongen, dat is lelijk. In echt is dat ook al lelijk. Ja, hoe moet ik dat in doen? In echt is dat ook al zo moeilijk, niet doen. Hoe nu gaan we naar de Kilimanjaro? Dat is echt een hele zieke. En dat is die achtbaan hebben we ik samen Ik heb vandaag gemaakt. Weer gesleuteld aan de hekjes, daar heb ik weer eens aan veranderd. De berg heeft hergespawned en hier nog altijd de bruine cool, van een Afrikaantje. En dan komen we hier in het nieuwe gedeelte. Jij is nog niet ingaan. Kijk wat ik kan doen. Hopla. Hoe dan ook, nog even wachten tot ik de dingen open doe. Waar binnenkort... Ah nee, niet binnenkort. Merkomt ah nee, poort is open, heb ik nog niet gedaan. Kom maar zelf naar binnen. Want wie weet kunnen we ook ooit een dieren... Ja, dat kan wel, maar dan moet dat eerst worden gemaakt. En dan kunnen we een safari maken hier in Afrika. Maar we moeten wel plaats besparen. Want waar nog plek is, komt Spanje. We kunnen altijd nog plek bijmaken. Ja. En binnenkort ga ik het park wat beter aankleden. Bomen en zo. Ja, bomen. Ja. Want tegen 1 juli moet er van alles gefixt zijn, mensen. Oei. Ja, want het is ook vast. Ziet er niet zo mooi uit. Flat gras, zie. Ook natuurlijk niet mooi, dus het park moet echt aangekleed worden. Kijk, hoe je dat doet, kijk Jens, kom eens mee. En als het een feestdag wordt, bijvoorbeeld Halloween en Kerstmis, gaan we dat ook toevoegen. Kijk, ik pas nu gewoon bomen met mijn zwaard. Dan moet je slash tree doen. Oh ja. Voor de rest hebben we hier nog Antarctica. Ja, kijk, hier zo op deze plek, en kom eens, Jens, hier komen dan binnenkort zo van die mooie bomen. Want anders zie je alles en dat is niet mooi, hè. Ja, anders zie je het flatgebied. En wat lampen zetten voor nacht. Want het park gaat natuurlijk ook niet om 6 uur sluiten. En hier erachter hebben we nog Dreamcatcher. Ja, gaan die doen. Hebben we de eerste die klaar was, maar we hebben nog niks van de plugins gezegd. Ja, toen hebben we nog. Ja.
En dan hebben we nog Antarctica en dan komen we bij China, waar ik alleen nog maar een poort heb gemaakt. En dan is er nog Tirol. Kijk, dat kan doen. Hop, weg. Hop, weg. Maar dat moet ik nu niet meer doen, oké? Ja, in de jungle moet nog één attractie gefixt worden. En dat is natuurlijk degene die ik gisteren heb afgewerkt. Ga er maar in. Jungle Book. Maar Faas is er gisteren ook niet meer op geweest, dus hij wist er niks van. Nee, ja. Jij kan een nieuwe kaart spannen voor mij. Blijf er maar in. Ja. Twee kartjes. Ik ga naar boven. Nog altijd dat vuurwerk element dat nog altijd kei leuk is. En misschien kunnen jullie daar achterin een Jungle Wood Plank attractie zien. Dat is namelijk één van de jungle. Ja, yeah, het zit er ook in. Kun je ze bieden op het bordje klikken, verwijder, trein. Anders zijn er twee. Ja. Dan moet ik wel nee, ik ben, niet eens, ik ben nu pas boven. Zo rap gaat hij niet, hè? Nee. Maar de Dreamcatcher gaat ook niet rappen. Nee, die gaan maar 40. Hoe rap gaat eigenlijk 50. De Revolution? 50. Druk op verwijderterrein. Ja, oké. Okay. Verwijderterrein. Goed, nice. Gebeurd. Dan komt mijn trein ook weer aan. Komt ie. Je moet er bij mij ook dus weet. Ja, je moet erop klikken verwijderterrein. Ja. Nu? Kom op, we gaan nu naar... Ja. De eerste attractie van Jillevium. Van Amerika. Warm kom er maar in. Gebied. Gaan we direct naar de koudste streek op aarde. En dat kun je ook zien aan mijn skin. Let's do this! Wat ook is gebeurd, gaan we nog niet echt zeggen. Maar dat zul je ze wel bij de Penguin Fire. Yeah boy! Oh, ik moet het niet laten zien. Deze attractie werkt niet echt als er mensen in zitten. Zonder mensen in. Want dan blijft hij hier ergens stilstaan. Dus deze kan niet automatisch gaan. Oh, ze kunnen het al zien. Hè? Oh ja, die pingwing! Hebben ze al gezien? Dat is mens. Dat is mens. En ik heb dat gefixt met een dikke milde kop. Exact. Echt, my face. En dat is dus ook ja, bij de monkey splash. Gezet. En hoe de monkey splash is geautomatiseerd, kunnen jullie binnenkort zien op het kanaal. Want ik heb daar een video van gemaakt. Dit is een pingwing, je kan hem niet kapot maken. Ik heb dat gefixt. Ja. En vergelijk eens met mij. Ja, Jens, mooi. Misschien kunnen we ook zo'n rode t-shirt geven aan de pingwing. Als je dat wilt. Hoe dan ook, ja. We gaan naar binnen. De pingwing fire staat hier al klaar, jammer genoeg. Ja, dat is dus ja, een blue fire. Ja, eerste rit ga ik je laten zien hoe hij werkt, want anders weet je niet goed. Dus Jens gaat erin. Ik ga er nog niet in. Ik ga kijken van buiten. Kijk, daar staat ook een pingwing skin. Daar, bij het gelanceerde stuk. Ja, dus, hij gaat de beugels gaan eraan. Hij gaat erop en hij wordt gelanceerd. Hij gaat stijl naar boven. Wow. Hij gaat hier weer stijl naar beneden. En dan maakt hier een looping. En dan gaat hier naar de volgende looping. Die zijn bijgebouwd in het jaar 2017 door Jens Put. En nu gaat hij weer loopings maken. Yeah boy! En dan gaat hier nog één. Dit is echt een zieke attractie, man. Hier gaat hij weer heel traag naar binnen. Nu ga ik hem rijden. En dan gaan we zo door. Even kunnen de Chinese poort eens laten zien. En ja, dan gaan we naar Tirol en naar de jungle. Ah ja, trek weer. Oké. Okay. Als je naar rechts kijkt, ja, zie je nee, grappen. En hier staat een pingwing. Ja, we zien het niet zo goed. Alleen als je van voren ziet, alles goed. Dus in dat kraam in Mexico komen dus Mexicaanse burgers. Ja, die kunnen we ook met de hoofden fixen. Mexicaanse burgers. Ik bedenk aan FC Kip. En die Mexicaanse burgers waren helemaal kapot. En we zijn weer gefinished, zoals ze altijd zeggen. Ja, dan gaan we zo even naar China. Ik had gisteren genoeg tijd om nice! Daar yeah, Jens. Ik had gisteren genoeg tijd om aan China te bouwen, maar ik heb enkel de poort. Ja, deze poort. En vanuit daar hebben die al gedaan, hè?
Dat is gewoon een ingang dat hier is. Eigenlijk meer een gevangenis. Ja, niet zo heel mooi. Kom nu deze attracties. We hebben er nog 3 te gaan. Ja, we gaan beginnen met Indiana Jones. Dat is een hele nice attractie. Ja, Indiana. Ja, de naam staat er in koeien van letters op. Oké, jij is Let's Do This. Oké, het gebouw is gethematiseerd naar Indiana River in Bobbejaanland. Maar ik had geen goesting om nog eens een boomstamattractie te maken. Dus wat dacht je dan van een dark ride gecombineerd met een boomstam? Dat is heel nice. Kijk eens aan, jongen. We gaan hier 1 keer over kop, denk ik. Hey, hoe noemt die attractie nu weer? Die zo 3 keer achter elkaar over kop gaan. 3 keer achter. Ja. Toch niet op deze server, hè? In het echt. Hier gaat hij over kop gaan. In het echt. Nou, ja, direct. Wiep. Denken, hè? De Python gaat maar 2 keer zo over kop gaan. Typhoon. Maar die zien naar Efteling, lopen, denk ik. Efteling. Nee. Fantasialand. Fantasialand gaat enkel de Black Mamba overkop. En die heeft maar 1 looping. Ja, ik weet niet meer, maar ik ging dat 3 keer naar elkaar. Het is een heel oude attractie. De eerste attractie van de Efteling. Eerste attractie van de Efteling. Of de tweede kan ook. Ik denk dat de eerste was Python, hè? Dat ja, was Python, de dan zal het die zijn. 2 keer kan ook, ik weet niet hoe vaak. Maar na 2 keer of niet? Je maakt maar 2 loopings aan elkaar. En daarna kun je dan de gaan we de, twee. Ja, voilà, die is het dan. En dan gaan we nu de laatste attractie doen. En dat is die waar ik het langst ben gezeten voor te automatiseren. Hiernaast hebben we nog een Tarzan. Ah ja, hier zijn we. Wacht, hè. Al de dingen ook niet doen. Monkey Splash. Oké, wacht, hè. Gaan de Monkey Splash doen. Ja, de Monkey Splash is nog niet lang geleden. Daar heb ik echt volle pond aan gebouwd. En daarna heb ik nog Jungle Book gemaakt, die ik gisteren heb afgewerkt. En daarna wist ik niet echt meer wat. Bas was ook niet meer. Nee, ik had de hele dag niet meer online. Nee, dat lijkt iets wel vet, vind ik. Het gebouw is wel nice. Zometeen gaan we de attractie doen die ik vandaag heb geautomatiseerd. Yes. Monkey Splash. En dan zijn we klaar. Ja, kan ik nog een beetje Jungle Book laten zien, want die heb je gezien. Jungle Book. Jungle Book. Die ingang is bij. Ik zie het al. Dat is een nice attractie, jongen. Die dan met die lasers. Oh. Dat is met die lasers, dat is Jungle Book. Ja, die lasers vond ik wel bij Jungle passen. We gaan daar eerst mee, want jullie zien waarschijnlijk deze attractie nog in een video die ik heb gemaakt zelf. Hier zien jullie al een monkey. Ja, en hier is nog een Tarzan. Kijk, hier rijden allemaal karretjes. Ja, sorry, hè, dat ze allemaal achter elkaar rijden. Oké, dit is... Oh, shit. Dit is eigenlijk een banana battle. Het was wel awesome geweest als we een schietspel konden maken. Maar we gaan er even één in deze. Ik geloof het is dus gewoon een jungle tocht met bootjes. Yes, we gaan hem spawnen. Het is een trein van 3 en hij gaat misschien zelf stoppen. Voor 10 seconden. Oh, wat misschien ook nog gefixt kan worden is dat er geen rails of watertrakjes nodig zijn. Je kunt ook doen, hè. Je kunt ook fixen dat je geen rails nodig hebt voor watertrakjes, maar ik weet niet hoe dat moet. Ja, dat moeten we nog zien. Hè. Hier gaan we dus in de tunnel. Redelijk donker en stil, allemaal water. En dan gaan we zo de tunnel. Misschien zien we weer een monkey. Monkeys. Misschien moeten we die hoofden die je over hebt gezet ook monkey hoofden maken. Ah, zoals we misschien wel nice en gold. Als we zo schietspel, gold blok 1 punt, diamond blok 2 punten en de apen 3 punten. Ja, dat kan. Oké, deze bomen die zijn dus echt naar jungle gethematiseerd natuurlijk. En er zijn zo bamboe. Hey, nou die hoofden hè, die je overal hebt gezet, misschien moeten we die veranderen. Je hebt overal lelijke skin van u, die hoofd van een gewone skin gezet. Misschien moeten we die veranderen naar iets anders.
Je kunt alles doen, hè. Oh, misschien was dat... Misschien was dat beter Skulls. Ja, we kunnen van alles doen, hè. Je kunt kiezen wat. Skelethoofd. Kan ook. Hier een heel grote... dingen. Ah, morgen wordt het rond. Kut. En dan is hier de uitgang van het Jungle Book. En daar is de ingang van Jungle Book. En ik heb hier wat glowstone in het water geplaatst om de lommers veel te doen. Yes, dan gaan we nu nog naar de Jungle Book, bitches! Ja, daar is niks gefixt, maar we kunnen laten zien wat is geworden. Oh ja, een aflevering van 45 minuten, mensen. Dat is wel een XL-aflevering, mensen! Ja. Dus mensen, ik hoop dat jullie deze hele video hebben afgekeken. Maar ja, het is ook niet anders, hè. We hebben heel veel gefixt. We hebben lang gewerkt hieraan, mensen. Als dikke vet technicus, bitch! Oké, we gaan nu naar de volgende attractie. Hier is de ingang ervan. De Jungle Book Dark Speed. Let's do this. Hij is nog niet gefixt. Ik heb het nog niet eens... Ik kan hem vandaag nog... Of morgen? Nee, morgen fixen. De Faas heeft hem nog niet eens gezien. Maar vertrekt maar yes, dus, die moet kant op. Dit één naar achter zetten altijd. Ah ja, godverdomme nee. Breed jij die anders dan ik erbij zetten hier? Ah ja, ik afbreken, oké. Godverdomme stomme nezel. Lange video vandaag, mensen. Elvis Prodo, doeroe. Mensen, het is dringend. We moesten een video opnemen, we gingen dat normaal al lang doen. Maar we hadden geen tijd. Klopt een beetje. Moest zo zondag, zaterdag al gebeurd zijn. Maar we moeten even iets afspreken als we yes, oké, we gaan nu de kar spouwen. Ah nee, het is nog niet gefixt. Ja, het is deze kant op. Of... Ja, oh ja, het is nog niet aan gefixt. We gaan hem gewoon te voet doen. Dus. Hè. Hier word je getakeld en je kunt dan al wat van oh, Jens. Die redstone ziet er niet uit. Maar ik kan dat ook met bordjes doen, hè. Ja, dat we gaan ook met een bordje doen. Ah ja, dat is veel beter. Ja, we gaan hem eerst doen, zo wordt getakeld. Dan rijdt hij hier naar buiten toe. Oh! Hierin. We kunnen ook dit hier verstoppen, dat je die redstone blokken niet, dat je die blokken niet ziet. Hij zo wol erop leggen. Wel irritant dat er gaten in het plafond zitten, anders werken de lasers niet. Kijk, we moeten eigenlijk dit doen. Ja. Zie je? Ah ja. Van deze video komt nog iets, komt binnenkort waarschijnlijk nog, als hij gefixt is, komt hier. Dit wordt wel geen aparte video, dit wordt waarschijnlijk een video in een video. Toen ga je hier zo aan de zijkant zo. Ja, hier moet het ook gebeuren, Jens, zie je? Overal en zo. Oh, is dit? Kak. Even iron block. Te laat. Want dat is natuurlijk wel mooier, hè. Mensen, deze attractie vind ik wel best mooi. Ook wel leuk. Eén looping. Ja. Paar lichteffecten, waarvan één... K de slang is. Misschien kennen jullie K de slang wel. Jens, ik weet iets. Ah nee, laat maar. K dat is niet eens nodig. Dat is dus die slang die hypnotiseert in het Jungle Book. Ah ja. En zijn ogen die zijn van vuur, bij het lichteffect. Dan komt je in een redstone blok spiraal en dan komt je dus bij de looping terecht. Maar misschien lijkt het wel meer op de Revolution, maar dat is het helaas niet. De takel zit er niet in. Het is dus gewoon die lasers. Yes. Kijk erop. Bomen in het midden gaan we aan tijd door. Mensen, we gaan niet zo lang meer opnemen. Natuurlijk ook wel een beetje saai om te kijken. Ja, we gaan nu gewoon bouwen. Maar, ik vind dat de parking heel nice geworden is. De plugins zijn bijna gefixt. Maar het park gaat pas open op 1 juli. Want dan hebben we voldoende tijd. Dan kunnen we alles te goed regelen. Want nu is maar even bouwen. Tussendoor. Dat doen we ook al meteen voor de zomer. Ja, dan gaan we natuurlijk het park. We gaan ook het park inrichten. Als het winter wordt, dan ga ik hem erin fixen, waardoor alles onder de sneeuw gaat liggen. Sneeuw. Alles. Later. Doei, bitches.